Het is een schelmenroman, vind ik. En dat is het. De schelm is Hugo Stadman, de hoofdpersoon. Een social climber, iemand die graag hoger op wil. Hij komt uit een heel eenvoudig, gewoon Hollands milieu. Hij is begin 30. Ontkent dat, niemand mag het ook weten. En hij wil het ontsnappen. Hij wil er graag erbij horen. Erbij horen bij de sociale elite, zoals hij dat dan ziet. En ja, dat lijkt hem te lukken als hij wordt gevraagd voor een of ander geheim genootschap, het rozengenootschap. Door zijn beste vriend Willem wordt hij ervoor gevraagd. Gebeurt niet zomaar, zegt Willem. Dan moet je eerst wel wat doen. Hij moet een paar proeven ondergaan, moet hij verslagen. Het hele boek blijft ook onduidelijk of hij slaagt voor die test. Voortdurend wordt hij aan die proef onderworpen. En hij heeft, behalve zijn afkomst, wel meer te verbergen. Hij is namelijk ook gewoon een oplichter bij zijn bank. En hij... Waar die werkt. Precies, hij is een bankier, een private banker. En hij is aan de kook. Doet hoeren. Speelt veel roulette. Allemaal dingen die niemand van hem mag weten. En mensen ook maar beter niet... dat mag niemand weten. Jij noemt het een schelmenroman. Wat is jouw definitie van een schelmenroman? Nou ja, een schelmenroman is dus een roman met als hoofdpersoon een schelm. Een schelm is iemand die niet wil deugen, maar voor wie je wel sympathiek kunt houden. Tel Uilenspiegel is natuurlijk de ultieme schelmenroman. En voor Hugo is het wel moeilijker om sympathie te hebben. Het is een beetje een lul ook af en toe, maar toch... Je houdt het wel. Dus in die zin, ja, mijn definitie van schelmenroman is dat, ja. Is het niet zo dat de schelmenroman is uitgevonden om een vehikel te hebben om te kunnen commentariëren op de gevestigde orde of de samenleving? Ik weet niet of het daarvoor is uitgevonden. Het zou kunnen, ja. Is dat het geval bijvoorbeeld ook bij Tel Uilenspiegel? Ja. Ja, is het bij jou het geval wellicht? Nou, ik heb het niet zo uitgevonden. Het is wel zo dat ik heb het niet daarom in die vorm gegoten. De maatschappijkritiek die ik heb in mijn boek zit hem niet in het gedrag van mijn hoofdpersoon, maar meer in het zijn commentaar of dat van de andere persoon, Willem, zijn vriend, op wat er in de maatschappij gebeurt, met name in de financiële wereld. Het speelt zich af nu tegen een decor van kredietcrisis, het is post-kredietcrisis, hebzucht, graaiende banken, ondernemers die eigenlijk niet hetzelfde aanzien hebben als duurbetaalde mensen met overheidsgeld bijvoorbeeld. Dat is een beetje kritiek die in mijn boek zit. En dat mijn eigen, ook de, ja, dat gaat maar, die zit heel dun in hoor. Maar ik heb ook de manier waarop op democratie werkt bijvoorbeeld. Willem, dus de nummer 2 in het boek, is een voorstander van de meritocratie. Die is voor wat hem betreft meer waard dan de democratie. Dus even uitleggen wat het is. Nou, meritocratie is dus een maatschappij waarin het heeft twee kanten. Die wordt bestuurd door de meest waardevollen in plaats van nu door mensen die via partijen omhoog komen en eigenlijk via partijpolitiek ergens komen, niet noodzakelijkwijs omdat ze ergens goed zijn. Een kabinet is er geweest dat meritocratisch werd genoemd, een zakenkabinet heet dat dan. Hans Weijers was dan typisch iemand die uit het bedrijfsleven was gehaald omdat hij goed was, niet omdat hij toevallig nummer 1 of 2 op de lijst van toen D66 stond. Maar het zit hem ook in de... Dat je iets voorstelt in de maatschappij op basis van wat je presteert en niet op basis van je afkomst. Een kastensysteem is het tegenovergestelde van een democratie. En Nederland zit er ergens tussenin, maar mag wat mij betreft nog wat meer neigen naar dat mensen hun positie en status danken aan hun presteren. Wat bracht je tot het schrijven van dit boek? Ik wilde kijken of het kon. Of je een boek kon schrijven? Ja. Dat is mijn tweede boek, hè? Dat wel. Maar mijn eerste is een sportboek. Mm-hmm. Korte verhalen, De Rebellenclub. En dit is... Ja, ik weet dat dit het
het moeilijkste is. Dat wist ik van tevoren. De moeilijkste schrijfvorm. Een roman schrijven is ja, het moeilijkste. Ja. Ook het hoogste wellicht. Ja, daarmee tegelijk. En ik wilde kijken of ik dat kon. En dus dat was eigenlijk de belangrijkste reden. Het is niet een verhaal dat eruit moest of zo. Maar ik zocht natuurlijk wel naar een thema en een verhaal dat wel... Ja, dat ik wel wilde vertellen, dat ook best wel dicht bij mij staat. Maar hoe ontstaat zo'n verhaal? Nou, het ontstaat eigenlijk... Het was klein, het ontstond met het thema eigenlijk. Het thema was voor mij... je moet anders willen zijn dan je bent. Of eigenlijk de worsteling tussen de zwarte en de lichte kant van een mens. En het onvermogen om te accepteren dat die zwarte kant er ook is... Ja, dat is toch een... En de Dr. Jekyll en Mr. Hyde, daar zit dat thema natuurlijk ook in. Maar ook in Dorian Gray of ook in American Psycho, mijn favoriete boek. En daar en die worsteling tussen ja, dus je goede en slechte kant. Dat is het thema. En daar... de worsteling, even voor mijn goede begrip. De worsteling is dan de worsteling om iemand anders te worden... of de worsteling om te accepteren wie je bent. Ja, met wit en zwart. Allebei, denk ik. Want op het moment dat je iemand anders wil zijn dan je bent, dan accepteer je ook die zwarte kant niet. Dus dat gaat volgens mij hand in hand. Denk je, of begrijp je toch? Ja. Dus ja, volgens mij heeft het met volwassenwording te maken. Gedeelte van volwassen worden is accepteren wie je bent met al je gebrek en je slechte kanten. En ik ken dat ken ik heel persoonlijk. Ik heb dat zelf moeilijk gevonden. Ja, want dat was natuurlijk de volgende vraag. Ja, dat wacht ik al. Dus inderdaad, door schade en schande heb ik moeten leren leven met wie ik ben. Want ben je bijvoorbeeld zelf uit een... je zei dat... Sorry, uit een eenvoudig milieu. Ja, je zei het mooier dan ik. Nee, niet. Helemaal niet. Wat ik prima gevonden, maar nee, mijn afkomst is eigenlijk upper middle class, als je het zo moet doen. Een ondernemersgezin met allemaal, mijn ooms en tantes heb ik allemaal gestudeerd. En we hebben vrij rijke ondernemersfamilie uit Rotterdam, Pernis om precies te zijn. En van mijn moeders kant is het iets anders. Dat is, ook ondernemers, binnenvaartschippers waren dat. Maar net iets hoger, zo je wil, dan het niveau van mijn hoofdpersoon Hugo. Maar ik ken het wel, op zich. En in welk opzicht ken je het? Nou, ik woonde in het, waar ik vandaan... De hoofdpersoon woont en werkt in Amsterdam, hè. Maar is afkomstig uit Harderbroek. Een plaatsnaam die ik verzonnen heb, maar het is een dorpje. En dat staat eigenlijk voor het dorp waar ik opgegroeid ben, Barendrecht. En we woonden daar in een mooi huis, maar wel in een wijk met allemaal met minder mooie huizen. Dus ik zat ook met dat soort jongens en meisjes in de klas en daar ging tussen de middag eten en speelde ik mee. Dus ik ken het allemaal wel. Net als ik ken eigenlijk al het milieu uit het boek wel. Ik ben bank, waar heb ik ook wel gewerkt, zei het kort. En, dus ik weet wel waar ik over praat. Maar het milieu, dat ken ik, ja. Precies. En ik parafraseer je even. Het is een coming-of-age boek. Hè? Ja. Boek over volwassenwording. Hoe ontstaat dat, zo'n verhaal? Ja, behalve dat Hugo niet zoveel leert. Maar dat is niet... ik weet niet of hij off-age komt. Maar het ontstaat... dat vind ik wel het mooie. Dat vond ik een van de mooie dingen ook in het schrijven van het boek. Dat op een gegeven moment had ik een thema bedacht en een hoofdpersoon die daarbij hoorde. En hem... eigenschappen toegedicht. En langzaam maar zeker ontstond het verhaal eigenlijk toen. Het was eigenlijk vrij logisch wat hij allemaal ging doen. Dus ik begon met het eerste hoofdstuk, maar ja, het ontstond eigenlijk vanzelf. Ik had niet van tevoren het einde of de laatste 10, 20 hoofdstukken had ik niet bedacht van tevoren. Dus het ontstond. Het ontstaat vanzelf. Ja. Heeft het iets met je eigen leven te maken nog, op een bepaalde manier? Ja. Nou ja, op verschillende manieren. Praktisch in de zin dat, wat ik net al zei, dat die
hoofdpersoon wel dingen meemaakt en omstandigheden verkeerd werkt op plaatsen die ik ook ken. Want in welke hoedanigheid heb jij die plaatsen leren kennen? Nou ja, hij werkt bij een bank. Dat heb ik kort ook gedaan. Hij woont in Amsterdam-Zuid, dat ken ik ook. Hij gaat naar de hoeren, ben ik ook wel eens geweest. Kook is me bespaard gebleven. Dat is maar goed ook. Ik ben niet zo. Ik ben best verslavingsgevoelig. Ik weet wat ik niet moet doen. Ben ik weggebleven. Gokken ken ik ook. Dus dat is heel in praktische zin is dat wat met mijn eigen leven te maken heeft. En in emotionele of het is misschien wel spirituele zin is het. De groei die Hugo zou moeten meemaken, die heb ik denk ik. Ja, die heb ik al wel meegemaakt. Oké. Want met hem is het maar de vraag hè, in jouw boek of het goed gaat aflopen. Ja. En wat ben je eigenlijk, behalve schrijver? Beroepshalve? Ik was hiervoor ondernemer. Ik had een bedrijf en dat heette Robin Good. Dat was bezig om andere bedrijven maatschappelijk betrokken te maken. Door ze goede doelen te koppelen. Dat heb ik 10 jaar, nee, heb ik 8 jaar gedaan. En ja, ik weet ook niet of ik. Ik ben niet. Ik ga zo meteen wel weer ondernemen. Ik wil weer iets starten. Maar ik vind het ook wel leuk om weer een boek te schrijven. Ik vind veel dingen leuk en ik kan ook wel verschillende dingen. Je hebt nog aan de journalistiek geroken ook. Als ik me. Ja, ik heb even bij Ivonie gewerkt als redacteur. En wat ik heel ontzettend leuk vond om televisie te maken. En ik heb ook wel opiniestukken geschreven afgelopen jaren in de NRC en in de Trouw. Over de kredietcrisis overigens. Dus ik weet het nog niet zo goed wat het wordt. Maar is het schrijven een incident? Is het een levensfase? En is het hierna weer ondernemen? Of is het timmerman worden? Of... De vraag is natuurlijk, wat betekent het voor je, hè, dat schrijven? Nou, ik weet nog wel dat het betekent wel veel voor me. Ik weet dat toen ik afscheid nam van mijn bedrijf 3 jaar geleden, toen ik dat verkocht, toen werd ook aan me gevraagd van... wat was het hoogtepunt van de afgelopen 7, 8 jaar? In een interview werd dat gevraagd en toen ging ik nadenken. En toen, ik had natuurlijk iets moeten zeggen over mijn bedrijf. Weet je, ik heb die klant binnengehaald of dit of dat. Maar het mooiste dat ik kon bedenken had niks met mijn bedrijf te maken. Maar dat mijn eerste boek, die Rebellenclub, dat dat op een gegeven moment in de etalage bij Atheneum lag. Want het was sportboekenweek of zo. En dat ik dat zag liggen, dat betekende veel meer voor me dan de mooie dingen die ik met mijn bedrijf had meegemaakt. Dus het schrijven van een boek is het moeilijkste dat ik ooit gedaan heb, hè, deze roman. Het heeft veel gevraagd, het is... Ja, het zit heel veel. Ja, je moet nadenken, creëren, discipline. Het is nogal wat, vind ik. Dus ik ben heel trots op wat het geworden is. En wat ik nu ga. Ja, ik vind het mooi. Ik vond het af en toe ook wel bij Vlaag ook wel eenzaam. En ik laat ook een beetje afhangen van het succes van het boek. Het gaat nu goed, maar. Of ik nog een volgende boek. Hoeveel boeken er nog zullen volgen. Wat me opvalt in de manier waarop je erover praat, is dat je er misschien wel bijna als een. Ik bedoel het niet onaardig hoor, als een ondernemer praat over het productieproces. Ja. Van een boek, van een verhaal, van een roman. In welke zin als ondernemer, wat bedoel je? Het is hard werken, het is soms eenzaam, het kan ook heel prettig zijn. En als ik naar de toekomst kijk. Ja, dan laat ik het ook mee afhangen van de vraag, hè? Gaat zo'n boek lopen, ja of nee? Je klinkt alsof je een soort debit, credit, below the line reeksom maakt van wat het je gekost en opgeleverd heeft. Ja, aan één kant moet ik die rekensom echt heel vrij letterlijk maken. Want zo praten ondernemers, ik moet die rekensom maken. Nou ja, dat is vrij simpel. Ik moet mijn huur betalen. Dus ik moet geld verdienen. Dat moet nu eenmaal. En dan moet ik ook bedenken op welke manier ik dat doe. En
schrijven vind ik heel erg leuk, maar dat is nou niet de makkelijkste manier, helaas, om geld te verdienen. Dus als dat te moeilijk valt, dan moet ik zorgen dat ik op een andere manier mijn inkomen heb en dat ik dan het schrijven erbij kan doen. Zoals veel mensen doen, hoor, trouwens, dat weet ik. Dat doen, volgens mij doet het gros van de schrijvers in Nederland het zo. Maar ik vond het heel fijn, en het is ook een hele mooie luxe om de afgelopen 2 jaar voltijds te hebben kunnen schrijven. Dat kon ik doen, want ik had het bedrijf verkocht. En voor de rest, ja, als ondernemer, ja, ik, calculerend ben ik in die zin dat ik inderdaad wel bij alles wat ik doe, wel kijken, vond ik het leuk of niet? Wat leverde het me op of niet? Wat heb ik ervan geleerd? En wat heeft het andere mensen gebracht? Er is niks mis mee, hoor. Je moet het niet opvatten als commentaar. Maar ik vind het wel opmerkelijk. Hoe doen andere schrijvers dat dan, denk je? Ja, die schrijven. En die gaan door riem en ruiten. Hoe zeg je dat? Riem en ruiten. Ja. En er moet geschreven worden en gepubliceerd. En daarna moet er opnieuw. En de vraag naar de return on investment, hè, wat in de ondernemerswereld wel gangbare vraag is, die heb ik eigenlijk nog nooit horen stellen. Daar sla ik op aan. Misschien zouden ze hem wat vaker moeten stellen. Ik bedoel, ik heb me wel een beetje verbaasd als nieuwkomer, als parvenu in de schrijverswereld, dat het is wel een beetje aan het veranderen, maar ik heb dat idee dat schrijvers vroeger, die waren inderdaad, wat je zegt, die schrijven en die leveren dan op goed moment hun stuk aan de redacteur met wie ze samenwerken. En dan is het op een gegeven moment klaar, wordt het gedrukt. En dan zijn ze klaar. Met pijn en moeite komen ze dan nog uit een schrijvershol om wat publicitaire dingen te doen. Maar met fikse tegenzin. En ja, dat is denk ik niet meer zo houdbaar tegenwoordig. Dat is niet... Ja, er wordt gewoon meer van je verwacht. Dus ook een beetje met de maatschappij zoals die nu is, dat mensen het ook belangrijk vinden. De persoon van de schrijver, de man achter het boek. En de schrijver is het product, niet het boek, bedoel je? Vaak wel, ja. Dat kan je ook zeker helpen. De schrijver is het merk. Ja, zeker. En onze vriend Kluun, die heeft dat gewoon goed begrepen. Niet voor niks een reclameman. Maar dat... ik vind het niet zo gek dat je als schrijver ook... Ja, het als een product ziet dat niet klaar is. Althans, niet verkocht is op het moment dat je het hebt ingeleverd. Daar kan je aan bijdragen. Als ik het goed begrepen heb je ook aanvankelijk zelf in dit boek geïnvesteerd, ja, in het verschijnen. Ja, behoorlijk. Kan je daar iets over zeggen, hoe dat gegaan is? Nou ja, toen ik begon met schrijven 2 jaar geleden, toen was mijn wens, mijn hoop om het gepubliceerd zou worden door een toonaangevende Nederlandse literaire uitgeverij. En het leek aanvankelijk ook meteen al zo te zijn, omdat... Ik dacht dat ik al binnen was, zeg maar. Bij een uitgever, ja. Oké, okay, ja. Ja, bij Nieuw-Amsterdam was dat. En dat bleek al snel toch niet zo te zijn. Dat kwam omdat degene die fan was van mijn werk bij Nieuw-Amsterdam, die vertrok daar. En het was ook niet goed genoeg. Laten we eerlijk zijn, dat was gewoon zo. En na een half jaar was ik... Dus ik had geen uitgever. En na een half jaar hard werken kwam ik in Nederland, bood ik het aan verschillende uitgevers. En die... Want je had een periode in het buitenland. Ja, sorry. Ik had in Frankrijk, in de Provence had ik... in de winter had ik heerlijk gezeten. En prachtig gewerkt. Prachtig goede tijd gehad ook. Maar ik bood het aan. Aan 6 of 7 van die mooie uitgevers. En die namen het heel serieus en die lazen het. En het lazen soms al een tweede keer, maar niet goed genoeg. En die wezen het af. Omdat, was best een tegenvaller natuurlijk. En toen kwam ik eigenlijk op het idee om het dan maar zelf te doen. Om het zelf uit te geven. En dat kan. En vanuit welk idee?
het is goed genoeg, het is kansrijk. Het heeft bestaansrecht, het moet er zijn. Ik moet mijn verhaal vertellen, zoiets? Nou... Op een schijf van 5? Even kijken hoor, wat erin zat was ook... dat is, ja, ik was eraan begonnen, dus wil ik het ook afmaken. Dat is één, dat is... Anders was het weggegooide energie. Ja. En ik was wel van overtuigd dat het... ook toen, ik wist wel... Zeker terugkijkend zie ik dat ik heel veel heb moeten leren nog. Als ik mijn eerste hoofdstukken vergelijk met nu... Ja, dat is echt een groot verschil. Ik heb veel geleerd. Maar ik wist wel dat het er kon komen. Die bemoediging kreeg ik ook wel van die uitgevers, hoor. Dat was... Dus ik dacht, oké, ik ben bezig, ik heb al tijd ingestopt en ik wil het ook gewoon dus afmaken en het zou goed genoeg worden. En toen leek het me vervolgens, toen dacht ik wel als ondernemer, ook wel een mooie onderneming. Dus de hulp inroepen van een redacteur, een freelance redacteur, die heb ik gevraagd om het te begeleiden, net zoals dat zou gebeuren als ik bij een uitgever onder hoede zou zijn. In een latere fase ook het maken van omslag. Ron van Roon heeft dat gedaan, een hele goeie. Die staat gewoon in het telefoonboek. Hè. Dus ik ging naar Scheltema op een gegeven moment. Dan ben ik, wat vind ik mooi? Oh, die vind ik mooi. En die, hè, die van Grunberg en Gippard, die vond ik mooi. En wie heeft ze gemaakt? En Ron van Roon. Nou, bellen. En aardige man. En die wilde wel een klusje doen ook. Vindt het prima. Ja, maakt het helemaal uit. Of Prometheus of ik hem om een omslag vraag. Dus, en toen dacht ik ook, oké, dat lastige zou ze wel zijn. Twee dingen, dacht ik. De eerste was het krijgen van goede recensies. Recensenten, veel meer dan consumenten, kijken naar van wie het komt. Naar de uitgever. En die heeft als het ware de voorselectie natuurlijk gedaan. Hè? Dat is logisch. Dat is het van, dus eigen beheerboeken, ja, doen ze gewoon niet. Gelijk hebben ze. Dus daar zou ik last van hebben. Dus ik zou op een andere manier publiciteit moeten genereren. Dat kon ook wel. Als tegenwicht heb ik bijvoorbeeld al vrij snel quotes gevraagd van wat bekende Nederlanders. Yvonnier, Jort Kelder. Ja, precies. Allemaal mensen die ik een beetje ken. En Ruben Nicolai en Chris Segers. Allemaal ja, leuke, intelligente mensen die wel een naam hebben. En... die ik om een quote heb gevraagd. Dus die hebben het boek gelezen en gaven een quote die ik op de achterflap heb geplaatst. Dat is best nat dan, geloof ik. Maar dat was dan jammer. En het tweede probleem zou zijn de distributie. Want boekwinkels willen hits. En ook, ze hebben ook gelijk. Ja, in zo'n boekje, het zag heel goed uit hoor. Dat zagen ze ook al meteen. Maar dan toch... En ik heb het gelukkig wel, via had ik... Dan ben je zelf met een koffertje op stap gegaan? Nou, ik ben... Boekwinkels langs? Nee, wel een eerder fase ben ik met de marketingdirecteur van een boekwinkelketen gaan praten. Met de directeur van Selectus ben ik gaan praten. Ja, dat is dan... Ja, via kom ik dan wel in gesprek met die mensen. Dat is dan best al wel knap eigenlijk om daar binnen te komen met een... Ja. Met één titel. Ja, en ze vonden... En een bescheiden propositie. Ja, maar wat ze wel aardig vonden is dat ik had wel goed nagedacht over de marketing. Ik was al best lang bezig om mensen bij mijn boek te betrekken via een website en een weblog. En door 3000 man per maand werd dat bezocht en gelezen. Met het idee dat als die mensen mijn weblog lezen, waarin ik schrijf over mijn boek, dan kopen ze misschien zometeen ook mijn boek wel. Dus... en ik had al meer plannen die zij interessant en vooruitstrevend vonden. Dus ze namen me wel serieus. Ze vonden het eigenlijk ook wel grappig dat ik dat deed. Het is toch een beetje een frictie, geloof ik, tussen uitgevers en boekhandelaren. En de een vindt de ander ouderwets en de ander vindt de een geldwolf. Nou, ik weet niet hoe dat zit, maar daar kon ik wel een beetje van profiteren bijna. Dus ik had al de toezegging dat het bij twee winkels gewoon in het assortiment zou worden opgenomen. Ketens, ja. Maar uiteindelijk ben je toch bij de arbeidspers onderdak geraakt. Ja, waar ik ontzettend blij mee ben. Geraakt. Ja, maar dat ging om een verhaal af te maken inderdaad. Ja, ik zocht een vertaler, want ik wilde het naar het Engels vertalen. Want als e-book wilde ik meteen al naar Amerika en Engeland. En toen zocht ik een vertaler en toen bleek dat de vertaler wilde eventjes een hoofdstuk lezen. En die vond het goed. En toen bleek dat zij
ook redactrice is bij de Arbeiderspers. En dus die had twee banen. En zei, heeft het goed en wie, heeft dat, wie gaat het uitgeven? Zei, nou, ik. Dat is een heel stoer, deed ik toen. En dat kan allemaal tegenwoordig en dat is veel beter. Maar zij zei, ja, maar ik vind het wel leuk, mag ik de rest lezen? En heb je het ooit aangeboden aan de Arbeiderspers? Ja, dat had ik gedaan en die had het anderhalf jaar daarvoor afgewezen. En ja, terecht, was toen nog niet goed. En ik verwacht er ook niet zo heel veel van. Je krijgt normaal maar één kans. En ik dacht, ik had het al afgeschreven eigenlijk. Het was nog steeds mijn wens. Maar ik dacht, dat kan niet meer. En ik heb nu een nieuwe manier. Maar tot mijn grote blijdschap en verrassing kwamen ze weliswaar ontzettend laat. Namelijk pas een week voor de boekpresentatie kwamen ze. Toen hadden de Michelle Hutchinson, de redactrice, had het gelezen. En nog de uitgeefster ook. En ze wilde het graag doen. En toen ontstond er de merkwaardige en in Nederland unieke situatie dat de eerste druk, die nu een maand oud is en bijna op is, die is van mij. En de tweede druk, die morgen, het half maart, in de winkel komt, die is van de Arbeiderspers. En dat is prachtig hoe dat allemaal gelopen is. Ja. Nog heel even terug naar de inhoud van je boek. Er is Stadman, je hoofdpersoon. Er is nog een tweede, iets minder belangrijke hoofdpersoon. Willem. Willem, die heel andere keuzes maakt in zijn leven dan jouw hoofdpersoon. Hè, die niet kiest voor geld en luxe. Die kan zich dat ook permitteren. Merkt Hugo bitter op. Omdat hij van goede huis is. Ja, die heeft. Is dat ook de. Is dat ook hoe je daarnaar kijkt? Maar vaak is dat ook wel zo, denk ik. Dat bedoel ik te vragen. Is dat hoe je kijkt naar. Oké. Dat denk ik wel. Want inderdaad, volgens mij is het zo dat. Zo kijk ik ernaar dat mensen die niet meer sociaal hoeven te klimmen. Zich sociaal veel meer kunnen veroorloven. Die kunnen inderdaad in oude verrotte Volvo's rondrijden. En die kunnen een tikje plat praten. En die kunnen zich van alles worden. Want ze zijn immers. Ze zijn er al. Dus, en dan mag je. En die Willem die kan het zich dus permitteren om zijn mooie baan bij een investmentbank op te zeggen. Sociaal advocaat te worden. Ja, dat is natuurlijk wel. Dat is wel leuk. Maar Hugo zegt jaloers. Hij kan zich dat permitteren met zijn mooie naam en zijn familie en zijn achtergrond. Zijn komaf. Ik niet. Ik moet nog klimmen. Als ik sociaal advocaat word, ben ik loser. Als hij sociaal advocaat wordt, is hij een nobel iemand. En is dat De voetnoot die jij aanbrengt bij het wereldverbeteraarschap? Nee, dat zal een mini voetnootje zijn. Maar nee, want het is ook geen verwijt namelijk. Het is denk ik, dat is zo. Dat je stelt het vast. Dat is volgens mij hoe sociale dynamiek werkt. Als je ergens bent, maar dat geldt ook volgens mij in de sport of in de, misschien in de, overal als je ergens bent kun je veel meer. De challengers moeten hun best doen. Arrivés kunnen loslaten. Ja, dat is zo. Dat ga ik niet veranderen. Het grappige is dat terwijl we praten, ik zit na te denken over de vraag hoe ik je moet plaatsen. Of je ben je links, rechts, ben je ondernemer, ben je kunstenaar? Ik ben een Russische oligarch. Zo stond ik op de foto van men, op een boek. Ja, ik weet niet. Ik denk ook niet dat ik zo te plaatsen ben. Je denkt niet in labels zelf? Nee. Je wil geen label? Nee, ik zoek geen label in ieder geval. Als mensen me willen labelen, dan moeten ze dat zelf weten. Nee. Wat ik wel graag wil en bij alles wat ik doe, en daarom voelde ik me ook erg goed bij mijn vorige bedrijf, bij Robin Good, is dat ik het wel belangrijk vind dat. Om maatschappelijk bij te dragen. Ik vind dat mijn bedrijf had een missie. Die wilde graag plezier maken, geld verdienen en de wereld mooier maken. Dat waren,
dat plezier maken en wereld mooi maken, dat ging hand in hand. Dat vond ik heel erg fijn. En mijn boek is dan minder maatschappelijk. Maar wat ik wel hoop is dat het boek me ook een misschien wat meer bekendheid geeft. Zodat ik zo meteen wel een groter podium heb om maatschappelijk te kunnen bijdragen. Ja, nou, als je me toch een label zou moeten geven, is dat van sociaal ondernemer eigenlijk. Sociaal creatief ondernemer. Zo.